Witte kerst? Vergeet het maar. In de stromende regen arriveerde de kerstman vanochtend op het stedelijk gymnasium in Schiedam. Daar gingen vanochtend om 7:00 de deuren open voor het traditionele kerstfeest. Santa Claus arriveerde onder begeleiding van de Schiedamse politie in een open sportauto. Niet iedereen op het gymnasium gaat skiën deze kerstdagen. Niks speciaals, gewoon kerstvieren met de familie. Alle mensen met Loki in hun hart, let's spread the love. We need more love in the family. En ook zanger Kenny B. had een groet voor de Schiedamse slimmerikken. En daar is hij dan, de traditionele doedelzakblazer. Maar ook de leerlingen zelf traden vanochtend op. Maar ze hebben kochles vandaag, want we sluiten af met een lunch voor het personeel. Dus om 1:00 is iedereen hier klaar. Maak er een mooi feest van en een gezond nieuwjaar in. Dat is het belangrijkste. Let nou op, Gold is daar. Ik ben Eva en ik zit in klas 9. Prinses Eva neem ik aan. Je mag gewoon Eva zeggen hoor. Zeg meneer de kerstman, pas je wel een beetje op? Ja, het gaat helemaal... Het zijn duistere tijden, voor je het weet hebben een hashtag MeToo in je broek hangen. Maar, nee, dat gaat allemaal goed. Met al die meiden op de foto. Ja, maar die kerstman houdt zijn eigen strikt aan zijn regels. Ja, het zit lekker warm, dus het is buiten triest en treurig, maar we maken er gewoon wat moois. Heb je nou nog les? Ja, helaas. Ja. Prettige kerstdagen.